Sinterklaas, die komt nog, hè? Ja. Heb jij ook wensen? Kijk, als je heel veel daar krijgt... Heb je alles wel wat je nodig hebt? Je ogen een beetje dicht krijgen. Ja. Hallo. Hallo. Maar ik heb gehoord, we hebben nieuw water in Almelo. We gaan gewoon rechtdoor. Met... Ho, ho. Hij gaat al op de rem, zie je? Volgens mij gaat het niet goed. Hij maakt gewoon even een hartje. Ja. Hij heeft nog meer fietsen. Hé, nog meer fietsen. Hier zijn we. Volgens mij zijn ze met Hoe was het dat u niet helemaal door kon varen? Want dat was wel jammer, hè? Ja, dat was. We hadden ons al verheugd op een warm kopje cappuccino bij Niels. Maar ja, dan moeten we vanmiddag naar de tijd maar doen, hè? Naar de tijd dan maar, want al die kinderen die zitten te wachten op u. Ja, dat is het belangrijkste, toch? De reis is goed verlopen? Ja, heel goed verlopen. Een paar strubbelingen in de zonweg met de stoomtrein. Maar we zijn overgestapt in Apeldoorn, dus we zijn nu met de boot hier naartoe gevaren. Alles is goed verlopen. Heel fijn en heel veel plezier in Almelo. De kinderen vinden het super dat u er bent. We zijn ongelooflijk blij dat u er weer bent. Nou, dat ziet u wel, al die kinderen, al die vaders en moeders en opa's en oma's. Maar u was wel een beetje enthousiast, hè? Want normaal dan u meert u hier aan, maar u had de neiging om door te varen. Ja, maar dat komt, ik denk dat dat komt. En toen kreeg ik te horen onderweg dat in Almelo was nieuwe water aangelegd tot aan Niels. Dat klopt, dus ik denk, we gaan gewoon aanleggen bij Niels. Ja, dat zou geweldig mooi zijn geweest, maar dat kan nog niet helemaal. Maar we gaan ons best doen. Sinterklaas is een beetje naartoe gekomen met heel veel cadeaus voor al die kinderen. Die elk jaar met spanning op u wachten. Ze hebben u al een poosje op televisie gezien, onderweg hier naartoe. Er is natuurlijk heel veel snoep en ook heel veel chocoladeletters bij u. Ja, hier ook is heel veel chocoladeletters bij ons. Die tekening hangt er af. Ik vind dat ze al zo heel goed kunnen tekenen. Dat is niet goed. Ik weet niet dat dat doet, want dat is niet goed. Hallo. Dat u iets bijzonders heeft gevonden? Ik wist al dat hij het had, maar ik mocht er nooit in kijken. Wat was dat dan? Dat was een doos vol met brieven aan hem en van hem, aan anderen.
En daarnaast nog een stapeltje dagboeken. En uit welke tijd stammen al die dagboeken? Die stammen voor een groot deel uit de Tweede Wereldoorlog. Wat trof u aan? Ja, toen hij overleden was, toen mocht ik ze dus inkijken. En toen trof ik daar eigenlijk het verhaal aan van iemand die de Tweede Wereldoorlog doorkomt. Als ik het nu voor de zoveelste keer doorlees, dan springen me nog bijna de tranen in de ogen. Dat ik denk van, hoe bestaat het dat het allemaal kon? Op 1 januari 1945, namelijk juister gezegd in de nacht van 1 op 2 januari, om 1 uur kwam Ricky op mijn kamer me uit de slaap halen met de woorden: Gerard, er zijn Duitsers in huis, je moet opstaan. Daar kwam zo'n blonde Germaan mijn kamer binnen. Snel, snel, naar unten. Toen ik zittend op de rand van mijn bed naar hem opkeek, zag ik recht in de loop van een machinepistool. Toen ik dit las ook, herinnerde ik mij ook later dat ik hem wel eens in de zwembroek had gezien met allemaal strepen op zijn rug. Diagonaal over zijn rug. En ik had me eigenlijk ook nooit afgevraagd wat het was. En hij wou er ook nooit over vertellen. Maar hij is dus met zwepen en karwatsen bewerkt om hem tot een bekentenis te dwingen. Aan jou, Joop. Ik hoop dat je het met plezier en met verwondering ook, denk ik, leest. Gerard begon zijn journalistieke carrière in 1934 bij drukkerij Lulof. Nou, dat is wel mooi. Ik moest geregeld daar naartoe om kopie te brengen. Dit krijgt een plek bij al die andere documenten die we hebben. En we zetten het achter slot en grendel. Gerard heeft ons eigenlijk de weg gewezen naar alle sporten. En alle spelletjes die hij zelf bedacht, die we samen bedachten. En hij maakte speelgoed voor ons. Geweldig. Vader schreef veel en heeft alles heel veel gedocumenteerd. Ik wist dat mijn oudste broer Gerard, die daar mee aan het schrijven was, heel getrouw elke week bij mijn vader op bezoek om hem min of meer uit te horen, zeg maar. En met hem alles door te nemen over wat hij allemaal kwijt wilde nog over zijn leven. En dat er inderdaad tijdens de oorlog ook wel het een en het ander heeft plaatsgevonden. Waar hij toch wel wat heldendaden heeft verricht. Alweer een weekend zonder Eredivisie voetbal. Hoe kom je dat weekend door? Voetbal. Mijn broer, hè? Nederlands elftal. Dus daar ga ik even naar kijken. Ja. 13 wedstrijden onderweg. Hoe vind je dat het momenteel gaat? Goed. Een paar wedstrijden waar we wat minder waren. Maar over het algemeen denk ik dat we een goede reeks achter de rug hebben. En met redelijk wat punten staan. Ja. Voel je je als ploeg vervelend? Omdat je juist als Heracles Almelo de eerste 3 punten aan RKC hebt gegeven. Nou, dat wil je liever niet. Tuurlijk, dat is vervelend dat gebeurt. En je weet hoe langer zij verliezen, hoe dichterbij die winst misschien komt. En dat tegen ons moet, dat is echt zonde. Omdat we hadden daarin 3 punten kunnen pakken waarin je nu misschien 4 had kunnen staan. Alleen, het zij zo, dat is gebeurd. We hebben het daarna goed opgepakt tegen VVV. Het was net zo'n potje, die hebben het ook lastig. En die moet je ze ook maar even zien te winnen. En dat hebben we gewoon goed gedaan. En daardoor is het gevoel alweer direct een stuk beter, ja. Maar Osman, het seizoen tot nog toe voor jou verloopt dramatisch. Nou, dramatisch. Ik ben een tijd geblesseerd geweest. Ik denk goed aan het seizoen begonnen, persoonlijk. En daarna een blessure gekregen. Mijn eerste blessure die ik eigenlijk meemaak, zo lang. En ik heb ervan geleerd. Een blessure aan je bovenbeen? Mm-hmm. Ja, klopt. Spierscheur aan mijn bovenbeen. Wat nu wel duidelijk is, denk ik. Alleen, het heeft wat langer geduurd dan verwacht. Voor het perspraatje zei Frank Welmoed altijd van, nou, nog 14 dagen, dan is je er weer. Maar het werd steeds 14 dagen, op laatst werd het zelfs 3 weken. Ja, nee, precies. Dat gaf ik aan de trainer. Ik gaf ook aan van wat de fysio's mij vertelden. En dat gaf ik ook weer door aan de trainer. En de trainer heeft contact gehad met de fysio's daarover. Dus het was ook echt de bedoeling om steeds, bijvoorbeeld na 2 weken, weer terug te zijn. En dat voelde ook gewoon goed. Alleen, ik kreeg steeds een tegenslag. En dat stond daar niet in gepland. Dus vandaar dat het steeds langer duurde. Kijk, ik denk dat wij hartstikke trots mogen zijn op een hoofdsponsor als Asito. Ja, en we spelen nu inderdaad op Erva Asito. Nou, dat valt niet bij iedereen goed.
En we hebben daar heel veel in uitgelegd. Ja, en soms, ja, je kunt het eens zijn met een naam, je kunt het oneens zijn met een naam, maar uiteindelijk, ja, het is wel, dit is wat het is. En daar kunnen we nog heel veel over praten, maar ik denk dat we juist, de kracht van Heracles is dat we het met z'n allen doen, dat we met z'n allen de schouders eronder zetten. En ik moet zeggen, dat heb ik de laatste wedstrijd ook gezien, zeker in de tweede helft die wij tegen VVV speelden. Nou, ook de sfeer op de tribunes, iedereen ging er vol achter staan. Ja, dan zijn wij als Heracles op ons best. En we zullen het toch met z'n allen moeten doen. En dat geldt dus supporters, sponsoren, trainers, spelers, die uiteraard de allerbelangrijkste zijn, die twee, die laatste die ik noem. Onze medewerkers, bestuur, directie, iedereen moet achter elkaar gaan staan.